Hallo allemaal, vandaag is de oudjaarsdag. Dat betekent oliebollen. Laten we die dan maar eens gaan tekenen. Oliebollen en vuurwerk. Het is vandaag ook de laatste dag van de challenge. 365 tekeningen, 365 video's, elke dag een tekening. Het is dus vandaag ook de laatste dag dat mijn online aanbieding geldt voor mijn cursussen. Ben je daar nog niet wezen kijken, zou ik zeker even gaan kijken. Wat je op mijn site ook kan doen, is mijn gratis e-book downloaden. Plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Dat is niet helemaal de titel. Geen praatjes, maar plaatjes. Dat is de titel. Het gaat eigenlijk gewoon over waarom beeldtaal zo belangrijk is. Dat kan je gratis downloaden op mijn website. Hartstikke leuk om dat eens door te lezen. Ik geloof dat het uit 26 pagina's bestaat, maar voornamelijk ook heel veel illustraties. Dus zeker de moeite waard om dat te downloaden en te gaan bekijken. Het is gratis. Mijn cursussen zijn vandaag dus nog met 50% korting. Morgen geldt gewoon de reguliere prijs weer. Ik wens jullie allemaal een heel fijn en gezond nieuwjaar. En ik hoop gewoon dat jullie volgend jaar ook gewoon mijn kanaal blijven bezoeken. En zeker als je nog niet geabonneerd bent, abonneer nog eens even op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft als ik weer een nieuwe video plaats. En zoals ik al heb gezegd, het zullen niet elke dag meer een tekening worden, maar regelmatig wel tutorials, Photoshop tutorials, tekentutorials. En ik blijf gewoon natuurlijk tekenen. En ik hoop dat jullie ook gewoon blijven tekenen. Dat is het belangrijkste. Hoe leer je tekenen? Door te veel te blijven tekenen. En het is voornamelijk echt een kwestie van heel veel doen. Dus vandaag, wat gaan we nu nog tekenen? Oliebollen en vuurwerk. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne oudjaarsavond. En natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. Tekenen jullie weer mee? Ja, oud en nieuw. Laten we eens een stel oliebollen gaan tekenen. En oliebollen is natuurlijk niet echt rond. Ja, je hebt van die hele goede bakkers. Die kunnen echt hele mooie ronde oliebollen bakken. Maar ja, ik hou van oliebollen met sucade erin en krentjes. En misschien appel erin ook. Vroeger bakte ik altijd zelf oliebollen. En dan deed ik in plaats van het water, deed ik er kasteelbier in. Oh, en die oliebollen waren zeer geliefd in de familie. Mensen kwamen echt bij mij oliebollen eten. En ik bakte er dan ongeveer ook 200 op oudjaarsdag. Alleen ja, sinds ik in de supermarkt gewoon goedkoop oliebollen kan kopen. En ook die erg lekker zijn. Ik haal ze tegenwoordig bij de Lidl 10 verse oliebollen. Voor 3 euro of zo, geloof ik. En ja, daar kan je gewoon niet tegen opbakken. En vroeger deed ik dat natuurlijk, stond ik in de schuur te bakken bij de frituurpan. Die heb ik tegenwoordig geen frituurpan meer. En dan had ik altijd de top 2000 aanstaan van Radio 2. En dan stond ik heel de dag zo te bakken. Maar ik vind het nu ook wel wat hebben zo van gewoon lekker met de familie binnen te zitten. En daar de top 2000 te luisteren. En misschien een leuke kerstfilm te kijken. Of een oudejaars, of tenminste een leuke film. Tegenwoordig hebben we natuurlijk allerlei streamingdiensten waar je gewoon gave films kan kijken. En ja, we zijn dan vrij natuurlijk. Dus dan heb je ook een keer tijd om eens een keer echt met de familie een film te kijken. Dus dan heb ik eigenlijk niet zo'n zin om de hele tijd te gaan staan bakken. Hoe teken je nou zo die oliebollen nou? In ieder geval zullen de krentjes erin. Wat schaduw erin. En dan moeten we natuurlijk ook nog eventjes hebben dat we zien dat er poedersuiker op ligt. Ik ga jullie zo even laten zien hoe je dat doet. Eerst even de schaduw. Zo. Zo, en dan denk ik dan weer toch weer gaan stippelen. En ik zeg al, dat is niet zo goed voor mijn stift. Ik gaf het al aan bij die fruitschaal van de week. Maar je krijgt dan wel die structuur. Je krijgt wel het idee van, dit zijn oliebollen. En inderdaad, wat wit blijft, daar zit dan die poedersuiker, hè. Dus wat we wit laten van de oliebol, dat is, daar ligt de poedersuiker op. En zo. Het is eventjes wat werk, al die puntjes zetten. En ik doe er waarschijnlijk sneller dan dat jullie dat doen. Goed.
Zo. En de laatste oliebol. Zo. Ja, wat ik altijd ook erg lekker vind met oud en nieuw zijn die appelbillets of appelflappen. Mijn moeder bakte vroeger echt appelflappen. Die deden van die appelschijfjes snijden. Met het eerst hard uit de appel halen. Dat is een boor. Een appelboor. En dan sneden ze plakken van die appel. En die haalden ze dan door het beslag. En die gingen dan ook in de frituurpan. En dan had je echt van die appelflappen. Het lijkt een beetje op een kerstkrantje. Maar het is eigenlijk gewoon een plakje appel met een deeg eromheen. En dan door de kaneelsuiker gehaald. Erg lekker. Heb ik zelf eigenlijk nooit, of misschien ooit eens één keer gebakken, maar het geeft altijd heel veel troep appelflappen bakken. Ja, en die haal ik dus tegenwoordig ook gewoon. Ik haal tegenwoordig gewoon een aantal dozen appelbillets en die gaan dan erbij op de schaal met kaneelsuiker. Heerlijk. Ja, wat hoort er ook bij oud en nieuw? Champagne natuurlijk. Dus laten we het champagneglas even tekenen, zo. Een lang, smal glas. Nou, dan moeten die bubbels erin. Zo. Een paar bubbeltjes ook in dat glas, in dat water, in die vloeistof en bubbeltjes erboven. Dan geef je aan dat het bruist. Wat reflectie op het glas. Zo. Nou, een champagneglas. Een hele snelle versie van een champagneglas. Het steeltje is een beetje krom, zie ik. Maar goed. Het gaat om het idee. Nou, wat hoort er nog meer bij oud en nieuw? Ja, vuurwerk. Dan laten we daar al even een nieuw velletje voor pakken. Kijk, handig velletje eronder, tegen doordruk. En laten we eens vuurwerk gaan tekenen. Nou, hoe teken je nou vuurwerk? Zo. Een explosie in de lucht. Dat doen we met middel van streepjes en aan het uiteinde de flikkering, zeg maar, of hoe noem je dat? Van die lichte. Ik vind siervuurwerk erg mooi. Ik hou niet zo van knalvuurwerk. En dat komt misschien ook wel. Ik ben opgegroeid met beesten op een boerderij en ja, die hebben echt wel last van het vuurwerk. En ik heb zelf ook een hond en ja, die vindt het allesbehalve fijn vuurwerk. Dus. Vandaar dat ik niet zo van het vuurwerk ben. En ik ben ook wel misschien een voorstander om gewoon centraal vuurwerkshows te hebben per stad of per regio. En waar je dan naartoe kan om vuurwerk te gaan kijken. Maar ik vind het niet zo nodig dat iedereen zelf vuurwerk moet gaan aanschaffen en dat zelf moet gaan afsteken. Maar goed, dat is mijn mening. En ik weet dat daar heel veel verdeelde meningen over zijn. Dus ik vind siervuurwerk prachtig. Het knallen, dat hoeft niet zo. Nou. Nou, dit zijn wel manieren om vuurwerk weer te geven. Met stippeltjes, met streepjes zo. Nou, een vuurpijl. Moeten we die ook nog even tekenen. Zo. Dit is natuurlijk een beetje een stripvuurpijl. Hè? Zoals je hem in de Donald Duck zeer voorbij ziet komen. Een stokje eraan. Wat vaart geven, dat hij de lucht in vliegt. Zo. Wat vaartstreepjes. Even wat schaduw eraan. Krijgt hij net iets meer contrast. Nou, ik wens iedereen een hele fijne jaarwisseling. En probeer zelf ook eens vuurwerk te tekenen. En als je vuurwerk afsteekt, wees voorzichtig. En ja, een gelukkig 2023. Oh ja, en tot 12 uur zijn mijn cursussen nog in de aanbieding. Dus mocht je nog interesse hebben, zou ik zeker even nog gaan kijken op de academie of via mijn site begrijphet.nu voor de aanbiedingen die er zijn. Want die zijn nog geldig tot 12 uur vanavond. En ja, dan stopt de aanbieding en dan betaal je gewoon weer het dubbele. Ja, rest mij echt gewoon nog inderdaad jullie een heel goed 2023 te wensen. En ik hoop dat je geabonneerd blijft en regelmatig video's gaat kijken. En ja, ik zou ook zeggen blijf tekenen. Blijf tekenen, heel belangrijk. Anders verlier je het. Hoe meer je tekent, hoe beter je erin wordt. En ik wens jullie een hele fijn 2023. Tot de volgende tekening.